Voor Radio 2 presentatoren Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten gaan woensdagochtend een uitzending maken vanaf het ijs. De twee radiocoryfeeën verzorgen eenmalig hun Hey Ochtendshow. Jan-Willem start op vanaf de ijsbaan in Veenendaal. Tekst gaat verder onder advertentie. De hele uitzending zal in het teken van ijs en koude staan. De hoofdgast is Klasina Seinstra, de vrouwelijke winnaar van de laatste Elfstedentocht in 1997. Daarnaast praat gezondheidsjournalist Tien Elverink over mythes, over kou. Titanen strijd ook zullen Kijk in de Vechten en Roodbeen het op de schaats tegen elkaar opnemen. Jannes Mulder, bekend als speaker van de KNSB, zal verslag doen van deze titanenstrijd. Een klein groepje luisteraars mag bij de uitzending aanwezig zijn. De redactie laat met klem weten dat de coronamaatregelen worden gehanteerd tijdens de show. Jeroen en Jan-Willem hebben zelfs een goedkeuring gevraagd voor het initiatief aan voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. Het populaire Voor Radio 2-programma werd vorige maand bekroond met de prestigieuze Radioring voor de beste radioshow van het jaar. Buzzelets Blok ADS.